Onze economie is totaal uit balans, meer dan in de afgelopen 50, 60 jaar het geval was. In mijn boek probeer ik aan te geven waar dat allemaal zit. Nou, het zit op alle fronten in de economie, van werkloosheid tot inkomens, tot rentes en ga zo maar door, betalingsbalansoverschotten. Mijn bevinding is eigenlijk dat wat die scheefgroei een heel belangrijke morele component heeft. Het gaat over normen en waarden in het economisch verkeer. En een conclusie is, dat is niet zo mooi, maar het is wel de conclusie, we leven eigenlijk ver boven onze stand. Nou, op allerlei terreinen zien we die onbalans, werkloosheid die bijzonder hoog is, de inkomensongelijkheid die sterk toeneemt, bedrijven die sparen waar vroeger de gezinnen sparen, nu sparen bedrijven, maar ze investeren heel weinig. We hebben een recordoverschot op de betalingsbalans. We hebben huizenbezitters waarvan er 1,5 miljoen nog steeds onder water staan. We zijn nog steeds wereldrecordhouder schulden, hypotheekschulden in Nederland. 217% vergeleken met 80% in de Verenigde Staten. We hebben lonen die nauwelijks meer stijgen. We hebben schulden die verder toenemen. De schuldenlast in Nederland, maar ook in de hele wereld, is na de crisis van 2008 alleen maar verder toegenomen. Dus alles wat fout ging, is eigenlijk fout blijven gaan. Er is nog heel weinig begin van een terugkeer naar een balans. Hoe is het zover gekomen? Ik denk dat het proces eigenlijk teruggaat naar de jaren 80. Want achter deze grote, het zijn allemaal grote bewegingen van tientallen jaren. Je zou kunnen zeggen, midden jaren 70 was de macht van arbeid op zijn hoogtepunt. Toen Joop den Uyl het kapitalisme wilde beteugelen, was het al gebeurd. En vanaf de jaren 80 krijg je de neoliberale geest. Thatcher en Reagan. En vanaf dat moment zie je eigenlijk de zaak scheef groeien. Schulden nemen toe, banken worden groter, inkomensongelijkheid gaan af die tijd toenemen. En als je erover nadenkt, ja, dan is alles wat gebeurd is, gebeurde binnen de regels van de wet. Met andere woorden, er was niks verboden voor wat gebeurde. Maar het duidt op een sterke verandering in het, laat ik zeggen, morele besef, in de ethische normen en waarden die de participanten in de economie hanteerden. Of dat nou bankiers zijn, of het zijn de CEO's van bedrijven, of het zijn gezinnen die schulden aangingen waar ze er vroeger nooit over zouden piekeren om dat te doen. Al die dingen zijn in de wereld van winner takes all en ik eerst en dan de maatschappij, zijn als het ware scheef gegroeid. Dus dat is heel interessant. Alles wat we nu doen en wat fout gegaan is, hadden we in de jaren 50 ook kunnen doen. Maar niemand piekerde er toen over. Dus het heeft een hele sterke ethische en morele component. En wat je ook kunt zeggen, heeft het beleid dat dan niet geadresseerd? Nou ja, na de crisis hebben we natuurlijk gezien dat het budgetair beleid ging al snel in de remstand in 2010 bij het eerste herstel. Toen kwam het hele accent op het monetair beleid te liggen. En daar zien we nu dat het beleid van de ECB leidt tot een totale ontwrichting van de economie. Met de rentes die nu negatief zijn. In dat dwaze idee van Draghi dat de deflatie moet worden bestreden. Nou, deflatie is fantastisch voor gezinnen van wie het inkomen niet stijgt. Dus houden zo, zou ik zeggen. Dus het monetair beleid is nu bezig om de zaak verder te ontwrichten. Dat is een buitengewoon serieuze zaak. Waarbij je ook ziet dat Draghi openlijk afgevallen wordt door niet alleen Klaas Knot, maar ook door Nout Welling, die zeggen dit gaat rampzalige gevolgen hebben. Dus we zijn bezig het probleem te verergeren. De eurozone, de euro had de bedoeling om de landen bij elkaar te brengen. Wat is er de facto gebeurd? De noordelijke en zuidelijke landen zijn verder uit elkaar gedreven. De verschillen zijn groter dan toen de euro werd geïntroduceerd. Dus het beleid heeft eigenlijk de zaak alleen maar verergerd. Terug naar de basis. Het is een kwestie van normen en waarden. En moeten we daar ook de oplossing zoeken? Nou, kijk, mijn stelling is iets wat in een tijd van 30 jaar fout gaat. Je ziet alle lijnen die gaan steeds verder uit elkaar lopen vanaf ongeveer die tijd op alle fronten.
Nou, ik denk wat tussen de oren ieder jaar een beetje verder fout gaat, dat zal tussen diezelfde oren ook wel een hele tijd nemen voordat het weer goed komt. Ik ben een man van lange golf, grote bewegingen. Ja, je moet rekenen op 10, 20 jaar voordat je weer een keer terug naar een nieuw evenwicht gaat. Dus we zitten hier voorlopig nog wel even aan vast.